Een nieuwe wereldorde, feit of fictie? Het idee van een nieuwe wereldorde bestaat al eeuwen. Het is een term die zowel angst als fascinatie oproept. Sommigen zien het als een complottheorie, een duister plan voor wereldheerschappij. Anderen geloven dat het een natuurlijke evolutie is van de menselijke samenleving naar meer samenwerking. Maar wat betekent het eigenlijk? De term nieuwe wereldorde verwijst vaak naar een wereld waarin landen samenwerken om mondiale problemen op te lossen. Denk aan het aanpakken van klimaatverandering, het bevorderen van economische stabiliteit of het voorkomen van oorlogen. Het suggereert een verschuiving van traditionele machtsstructuren naar een meer onderling verbonden wereld. Maar het idee van een nieuwe wereldorde wordt ook gelinkt aan theorieën over machtige elites die de touwtjes in handen hebben. Deze theorieën schetsen vaak een beeld van geheime genootschappen en verborgen agenda's wat wantrouwen en achterdocht aanwakkert. Of je het nu ziet als een positieve visie of een gevaarlijke samenzwering, het idee van een nieuwe wereldorde blijft van invloed op hoe we over de wereld denken. Het roept belangrijke vragen op over macht, controle en de toekomst van de mensheid. In mijn roman Brave New World schetste ik een dystopische toekomst gecontroleerd door technologie en een machtige elite. Deze visie, hoewel fictief, belichtte de potentiële gevaren van ongebreidelde macht in een geglobaliseerde wereld. Ondertussen ontpopten real-world figuren als David Rockefeller en Henry Kissinger zich tot voorstanders van internationale samenwerking. Zij geloofden in de noodzaak van wereldwijde instituties om de steeds meer onderling verbonden uitdagingen van de wereld te beheersen. Ik richtte de Trilaterale Commissie op in 1973. Deze groep, bestaande uit invloedrijke personen uit Noord-Amerika, Europa en Azië, had als doel de samenwerking tussen deze regio's te bevorderen. Als Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken pleitte ik voor een stabielere wereldorde door diplomatie en strategische allianties. Deze figuren, hoewel gedreven door verschillende motivaties, droegen allemaal bij aan het vormgeven van het debat over de toekomst van global governance. Hun ideeën blijven de discussies beïnvloeden over de noodzaak van en potentiële gevaren van een nieuwe wereldorde. Door de geschiedenis heen zijn periodes van crisis vaak katalysatoren geweest voor significante verandering. De Tweede Wereldoorlog leidde bijvoorbeeld tot de oprichting van de Verenigde Naties. Een wereldwijde organisatie die toekomstige conflicten moest voorkomen. De Koude Oorlog, hoewel gekenmerkt door spanning en rivaliteit, stimuleerde ook vooruitgang in technologie en internationale samenwerking. De val van de Berlijnse Muur in 1989 markeerde het einde van de Koude Oorlog en luidde een nieuw tijdperk van globalisering in. Het leek, voor een kort moment, alsof een nieuwe wereldorde, gebaseerd op democratie en vrije markten, binnen handbereik was. Het optimisme van het post-Koude Oorlog-tijdperk was echter van korte duur. Nieuwe uitdagingen, zoals etnische conflicten, terrorisme en klimaatverandering, dienden zich aan, wat aantoonde dat de weg naar een stabielere en rechtvaardigere wereldorde complex en bezaaid met obstakels zou zijn. Ondanks deze uitdagingen blijft het idee bestaan dat crisis kansen kunnen creëren voor positieve verandering. De vraag blijft of de mensheid kan leren van fouten uit het verleden en kan samenwerken aan een betere toekomst. De snelle vooruitgang van technologie, met name op het gebied van communicatie en informatieuitwisseling, heeft een enorme impact gehad op de wereld. Het internet heeft bijvoorbeeld mensen over de grenzen heen met elkaar verbonden als nooit tevoren, waardoor culturele uitwisseling en wereldwijde samenwerking werden bevorderd. Deze technologische ontwikkelingen roepen echter ook zorgen op over surveillance en controle. De mogelijkheid om enorme hoeveelheden data te verzamelen en te analyseren heeft overheden en bedrijven ongekende macht gegeven om burgers te volgen en gedrag te beïnvloeden. Dezelfde technologieën die de potentie hebben om ons te verenigen, hebben ook de mogelijkheid om ons te verdelen en te controleren. De uitdaging ligt in het benutten van de kracht van technologie voor het goede.
het bevorderen van transparantie en het waarborgen van ethisch en verantwoord gebruik van deze tools. Het debat over de rol van technologie bij het vormgeven van de toekomst van de wereldorde zal waarschijnlijk intensiveren. Het vinden van een evenwicht tussen innovatie en ethische overwegingen zal cruciaal zijn om te bepalen of technologie een kracht wordt voor samenwerking of controle. Deel 5. De kracht van instituties wereldwijd bestuur in de 21ste eeuw. De toenemende onderlinge verbondenheid van de wereld heeft geleid tot een groeiende behoefte aan effectief wereldwijd bestuur. Instituten zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds spelen een cruciale rol bij het aanpakken van mondiale uitdagingen die nationale grenzen overstijgen. Deze instituten krijgen echter kritiek te verduren omdat ze inefficiënt, bureaucratisch en vaak gedomineerd worden door de belangen van machtige landen. Het debat over hoe deze instituten hervormd kunnen worden om ze representatiever, verantwoordelijker en effectiever te maken, is gaande. Sommigen pleiten voor versterking van bestaande instituten, terwijl anderen oproepen tot de oprichting van nieuwe organen die beter toegerust zijn om met opkomende uitdagingen, zoals klimaatverandering en cyberoorlogvoering, om te gaan. De toekomst van de wereldorde zal waarschijnlijk afhangen van het vermogen van deze instituten om zich aan te passen aan een snel veranderende wereld en effectief de complexe uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd aan te pakken. Deel 6. Het einde van de geschiedenis? De nieuwe wereldorde na de Koude Oorlog. Met de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 geloofden velen dat een nieuw tijdperk van vrede en welvaart was aangebroken. Francis Fukuyama, een politicoloog, sprak famously over het einde van de geschiedenis, met het argument dat de liberale democratie had gezegevierd als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur. De wereld na de Koude Oorlog bleek echter veel complexer en instabieler dan velen hadden verwacht. Etnische conflicten, religieus extremisme en de opkomst van nieuwe grootmachten daagden het idee van een unipolaire wereld gedomineerd door het Westen uit. Het optimisme van de vroege jaren 90 maakte plaats voor een meer nuchtere realiteit. De weg naar een rechtvaardigere en vreedzamere wereldorde zou lang en moeizaam zijn. Het einde van de Koude Oorlog betekende niet het einde van de geschiedenis, maar eerder het begin van een nieuw hoofdstuk, gekenmerkt door zowel kansen als uitdagingen. De wereld van vandaag is enorm verschillend van de wereld die voor ogen stond van degene die de val van de Berlijnse Muur vierde. Het idee van een nieuwe wereldorde, gebaseerd op westerse liberale waarden, heeft te maken gehad met grote tegenslagen. Deel 7, 9, 11 en de oorlog tegen terreur, een keerpunt in de wereldpolitiek. De terroristische aanslagen van 11 september 2001 hadden een enorme impact op de wereldpolitiek. De aanslagen leidden tot de door de VS geleide oorlog tegen terreur, een wereldwijde campagne gericht op het bestrijden van terrorisme. De oorlog tegen terreur is echter breed bekritiseerd vanwege de menselijke tol, de uitholling van burgerlijke vrijheden en het falen om de oorzaken van terrorisme aan te pakken. Sommigen beweren dat het de wereld juist gevaarlijker heeft gemaakt door instabiliteit en wrok aan te wakkeren. De erfenis van 9/11 blijft de wereldpolitiek tot op de dag van vandaag vormgeven. De oorlog tegen terreur heeft een blijvende impact gehad op internationale betrekkingen, veiligheidsbeleid en de manier waarop we denken over bedreigingen in een geglobaliseerde wereld. De gebeurtenissen van 9/11 toonden de kwetsbaarheid aan van zelfs de machtigste landen voor nieuwe vormen van terrorisme. Het benadrukte ook de noodzaak van internationale samenwerking om transnationale bedreigingen aan te pakken die geen respect hebben voor nationale grenzen. Deel 8. De nieuwe wereldorde vandaag. Mythes, realiteiten en uitdagingen. Het idee van een nieuwe wereldorde blijft een onderwerp van discussie en speculatie.
Hoewel de wereld de afgelopen decennia ongetwijfeld drastisch is veranderd, blijft het idee van één enkele verenigde wereldorde ongrijpbaar. De opkomst van nieuwe grootmachten, zoals China en India, heeft de machtsverhoudingen in de wereld verschoven. De groeiende invloed van niet-statelijke actoren, van multinationals tot terroristische organisaties, heeft het wereldtoneel verder gecompliceerd. De uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat, van klimaatverandering tot pandemieën tot cyberoorlogvoering, zijn complex en met elkaar verweven. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een ongekende mate van wereldwijde samenwerking en de bereidheid om achterhaalde ideeën over nationale soevereiniteit los te laten. De toekomst van de wereldorde is onzeker. Of we nu getuigen zijn van de opkomst van een nieuwe wereldorde of de fragmentatie van de oude, valt nog te bezien. Deel 9. De toekomst van de wereldorde, samenwerking of conflict. Als we naar de toekomst kijken, doemen er twee contrasterende visies op de wereldorde op. De ene visie is gebaseerd op samenwerking, multilateralisme en een gedeelde inzet om mondiale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Deze visie benadrukt diplomatie, dialoog en de vreedzame beslechting van geschillen. De andere visie is pessimistischer, gekenmerkt door concurrentie, rivaliteit en een terugkeer naar grootmachtpolitiek. Deze visie ziet de wereld als een zero-sum game, waarin de winst van de ene natie onvermijdelijk het verlies van de andere is. Het pad dat we kiezen zal grote gevolgen hebben voor de komende generaties. Als we een rechtvaardigere, vreedzamere en duurzamere wereld willen creëren, moeten we kiezen voor samenwerking boven conflict, dialoog boven verdeeldheid en gedeelde verantwoordelijkheid boven eng eigenbelang. De uitdagingen waar de mensheid voor staat zijn te groot om door één enkele natie alleen te worden opgelost. De toekomst van de wereldorde hangt af van ons vermogen om samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen. Deel 10, conclusie, een nieuwe wereldorde voor de 21e eeuw. Het idee van een nieuwe wereldorde is al decennia lang een bron van zowel hoop als angst. Hoewel de wereld ongetwijfeld op ingrijpende wijze is veranderd, blijft het idee van één enkele verenigde wereldorde ongrijpbaar. De uitdagingen waar de mensheid in de 21ste eeuw voor staat, zijn complex en met elkaar verweven en vereisen nieuwe vormen van samenwerking en wereldwijd bestuur. De toekomst van de wereldorde ligt niet vast. Die zal worden bepaald door de keuzes die we vandaag maken. Als we een rechtvaardigere, vreedzamere en duurzamere wereld willen creëren, moeten we kiezen voor samenwerking, dialoog en een gedeelde inzet om mondiale uitdagingen gezamenlijk op te lossen. De 21ste eeuw biedt zowel ongekende uitdagingen als unieke kansen. Het pad dat we kiezen zal bepalen of we een wereld creëren die wordt gekenmerkt door conflict en verdeeldheid, of een wereld die wordt gekenmerkt door samenwerking en vooruitgang. De keuze is aan ons.